dartnieuws en meer. Dartfreaks.nl. Nou Mike, we staan hier op de Zuiderduin Masters 2014. Ja. Jij hoorde een aantal weken geleden tijdens de Neck Talents of Darts, hoorde jij dat je een wildcard had gekregen voor dit toernooi. Ja. Wat voor gevoel is dat als je dat hoort? Ja, dat is natuurlijk super gaaf. Ik bedoel, je vecht het hele jaar lang om gewoon te mogen deelnemen aan de Zuiderduin Masters. En als je dan op het laatste moment nog een wildcard krijgt, dat voelt natuurlijk super. Ja. Ja, en dan kom je hier aan, een heel andere atmosfeer, allemaal topdarters ineens. Ja. Je hebt dit jaar natuurlijk al op de Dutch Open gestaan, dat was ook voor het podium. Ja. Toen je hier het Zuiderduin podium opstapte, voelde dat hetzelfde? Kun je dat vergelijken? Nou, op de Dutch Open was ik op een of andere manier toch minder zenuwachtig. En ik had hier toch al wat iets meer spanning voor mijn gevoel. Maar ja, het is gewoon anders. Dutch Open, het was voor maar 5000 man en hier nog niet 1000 man. Dus, maar het is wel gewoon een hele leuke sfeer en gezellige mensen allemaal, dus ik vind het een heel mooi podium. Hoe heb jij je voorbereid op je partij? Heb je heel veel gaan trainen voor de Zuiderduin? Of heb je wat rustiger aangedaan? Hoe heb jij je erop voorbereid? Ja, eigenlijk niet zoveel. Ik elke zaterdagavond gewoon mijn competitie gehoord wat ik altijd doe. En volgens mij heb ik de week voor de Zuiderduin zelf bijna niet gedart. Dus ik ben er niet echt mee bezig geweest. Ja, en nu heb je 2 wedstrijden gewonnen op de Zuiderduin. De eerste meteen 4-0, waar het was. Net, ik geloof 4-1. 4-1 dat het was. Morgen de finale. Ja. En jouw tegenstanders, die moet nog... Die zijn nu bezig. Ja. Die zijn nu bezig. Waarschijnlijk Colin Roelofs. Denk ik ook. Hoe kijk je erop? Ja, nou, ik heb dit jaar 5 of 6 finales tegen Colin gespeeld. En ik heb ze allemaal verloren. Dus ik weet wel een beetje hoe het is om tegen hem te spelen. Ja. Het is gewoon, als ik tegen Colin moet, ja, ik weet dat ik het kan. Alleen, het lukt allemaal nog nooit helemaal zo goed tegen hem. Maar het is de laatste paar keer wel close geweest. En ik weet als ik gewoon erg goed gooi dat ik het kan. Maar het wordt wel wat lastig, denk ik. Lastiger als net. Ja, het kan natuurlijk ook een voordeel zijn, omdat je nu een paar keer van hem hebt verloren. Maar wel veel tegen hem gespeeld. Dus het kan nu ook zijn dat hij toch misschien denkt van, nou, misschien ga ik hem wel winnen. En dat het jouw voordeel is. Ja, nou ja, wie weet. Ik bedoel... De laatste 2 finales was allemaal met een beslissende lek. En dan trekt hij net aan het langste eind. Maar ja, je weet het nooit. Het is morgen ook natuurlijk een set in plaats van leks. Dus het is natuurlijk een ander systeem en iets langer dan een normale finale. Dus je weet het nooit. Ik moet wel gewoon goed gooien ervoor. En we zien het morgen wel. Ja, we zijn nu natuurlijk druk nog met de Zuiderduin. Volgende week het gesloten Nederlands kampioenschap in Nijkerk. Ga je Nederlands kampioen worden? Ik hoop het. Ik ga mijn best ervoor doen. Meer kan ik niet doen. Laten we het hopen. Nee, het jaar natuurlijk mooi afsluiten. Ja, volgend jaar ook weer een druk jaar, vele toernooien. Wat zijn jouw plannen voor volgend jaar? Wat ga je allemaal gooien? Ja, ik ga proberen alles af te gaan. Want sinds ik in de Nederlandse selectie zit, dan wordt natuurlijk van je verwacht dat je zoveel mogelijk toernooi gooit. Ja, na de Dutch Open dit jaar ben ik ook veel toernooi gaan gooien. En nu wil ik ook dit jaar naar Zwitserland en Polen en Denemarken en dat soort toernooitjes. Dat ik gewoon zoveel mogelijk punten bij elkaar pak. Ja, en het einddoel natuurlijk, het EK Jeugd. EK Jeugd, ja, ik hoop echt dat ik daar aan mee kan doen. Want dit jaar was het op het nippertje, dat ze me net niet hebben gekozen. En dit jaar, ik ga mijn best ervoor doen, laat het open. Nou, dan wens ik je in ieder geval heel veel succes alvast in je partijen van morgen. Hartstikke bedankt. En nog een heel fijn weekend in ieder geval. Hetzelfde, dankjewel. Ik ga eens op dat dartfreaks.nl kijken, want volgens mij is dat een hele waanzinnige site.